vliegen de kogels om je oren, ze lachen je uit. Luister nou, hè. Als die kogel nou niet uit de pistool kwam, waar kwam die dan vandaan? Uit een geweer. Precies. En dat is heel wat anders. Wat? Die vent kwam uit de struiken. Schichtig. Niet omdat hij bang was dat iemand had gezien dat hij op mij had geschoten. Bijna. Maar omdat iemand op hem had geschoten. Het was een zuiderling. Huh? Ja, een Belg of een Brabander of een Zeeuw of zoiets. In de manege vroeg hij naar Fiek. Ja. Wat is er? Nou, Belg. Dit is misschien die vent van die gezet. Waar heb je het nou over? Nou, vanmorgen vroeg, toen ik mijn krantenwijk deed. Toen vroeg een vent naar een gazet. Een gazet? Nou, dan is het een Belg geweest. Ik ken een jongen op de academie en die zegt ook altijd gazet als die een krant bedoelt. Hij kreeg er van mij geen, want ik had er geen. Toen pikte hij de zomer een uit een brievenbus. Gewoon uit een brievenbus. Nou en? Nou en? Jules ziet een Belg en ik ken een Belg. En bovendien was hij ontzettend benieuwd naar wat er in de krant stond. En wat stond er in die krant? Schietpartij op Runkumerstraat weg. Miljoenen diefstal in Runkumse villa. En Washington zet de besprekingen voort. Daar hebben we het nou niet over. In Boomstam het Rijn af, Ada. Maar wat is daar tegen in Boomstam het Rijn af? Dat is toch een enig idee? Ja, het is een beetje moeilijk, zegt meneer Kwant. Ah, nonsens. Je moet je niet zo gauw van je stuk laten brengen. Het is toch een ontzettend sterke scène. Hoeveel boomstammen had je willen hebben? 40. 40, ja. 40? Nou, kijk eens aan. Ze dansen dus, hè? Ja. De dans is de golving van de Rijn. Nou, dat is toch enig? En als je dan toch de Rijn hebt, dan kun je dan mooi... Wie wou je er ook weer in laten verdrinken? Oh, nee, wacht. Je had een woud nodig om iemand te laten verdwalen. Nou, een woud, boomstammen, kijk eens aan. Wat moet ik spelen? Toneel? Ja, dat hoef je niet zo verschrikt te doen. In het openluchtspel. Ik dacht dat je wel leuk zou vinden. De zoon van Popeia en de Noorman de Roper. Met zwartjes? Boerzwartjes? Nou, die heeft twee kinderen, een zoon en een dochter. En is Jules de dochter? Nee, hij heeft twee kleine kinderen. Oh, kleine kinderen. Bedankt. Doe nou niet zo kinderachtig, Wilbe. Jullie moeder doodt jullie en gooit jullie in de Rijn uit wraakgevoelens tegen haar echtgenoot de Noorman Roper. Moet ik nog een zwembroek ook? Leuk. Luister eens, maak het me nou niet moeilijker, hè? Ik heb dit ongelukkige stuk ook opgedrongen gekregen. Oh, sorry, Aristides. Het is erg lief van je moeder. Hoe je moeder is Aristides' moeder, speelt de hoofdrol. Je vader omringt zich met familie en vrienden, Wilder. Als die ambtenaar was, zou je kunnen zeggen dat hij corrupt was. Maar kunnen jullie dan niet iemand anders vinden om in de Rijn te verdrinken? Ik heb geen zin en ik kan niet toneel spelen. Ach, vast wel, er is niks aan. Je hoeft alleen maar één keer stoeiend over het toneel te lopen met een knots in een schild en te roepen... Ik had bijna een groot hert gevangen tegen je vader... Die dan erg trots is en dan verdrink je al. Dat is alles. We hebben op het ogenblik wel wat belangrijkers te vangen dan een groot hert. Laat meisjes maar toneel spelen. Wat een discriminerende opmerking in het jaar van de vrouw. En wie is mijn zusje dan? Akkie Zwaan, een dochtertje van een politieagent. Dag, meneer de Geil. Dag, mevrouw van Kampen. Dag. Wij komen nog eens met u praten over het orgel dat de koop wordt aangeboden. Nou, dat is eigenlijk niet meer helemaal waar, meneer de Geil. Er is een mooi bod gedaan, ik moet toch even ja zeggen, en dan is de koop gesloten. Maar dat doet u niet. Dat zou een schande zijn. Over u. Een bittere schande. Hoezo, mevrouw van Kampen? Een mooi bod is toch geen schande? Jij weet deksel goed, zwartjes, dat ik het geld nu niet heb. Maar dat morgen de kas berst. En dan verandert alles. De gemeente zal het kopen. De bevolking brengt de gelden bijeen. Mevrouw van Kampen, meneer de Geil. Ik ben een koopman met een eigen woord van eer. Als er een mooi bod is gedaan en ik heb ja geneigd... geen ja gezeid, maar wel al ja geneigd... dan moet ik daar een mooie, veel mooier bod tegenover krijgen staan... wil ik het in de nee verkeren. Wil jij daarmee zeggen, zwartjes... dat wij, als wij, theoretisch gesteld... dat wij, als wij 1 gulden meer bieden dan die Amerikanen... Een buitenlander. Dat wij dat orgel dan niet krijgen? Wil jij zeggen dat wij een woekerprijs moeten betalen... om het orgel voor het eigen dorp te kunnen bewaren? Dat is mijn eigen speciale erecode, meneer de Gaal. Erecode? Ik kom niet om niemand al op mijn woord terug.
Als er een reden is om nee te zeggen tegen die eerste koper, dan moet dat de goede zijn. Ik zal je al wat zeggen, Zwartjes. We hebben een noodschreeuw bij ons. Een wat? Een kreet op wielen. Vanmiddag nog zal er een schreeuw om hulp door het hele dorp gaan. Gelden zullen binnenstromen. En als het noodzakelijk mocht zijn, dan jouw schande door het dorp gaan. Het Argo Bach Stijn Rumke zal behouden blijven. Tegen een woekenprijs dat doods. Maar terg ons niet. Terg ons niet. Felix, Felix, Eduard. Wij zullen het schreeuwen van Gaaskneel tot Zandstraten. Het orgel blijft in Runkum. Het orgel verlaat ons niet. Wat ieder ook biedt. Voor geen geld, Zwartjes. Hoor je mij? Voor geen geld. Want geld is mest. Mest. Hoor je mij? Nou, daar ben ik niet vies van, meneer de Gel. Nooit wist. Vorstel voor het orgel. Burgers van Runningheim, Gaaskneul en Zandstraten. Maakt het eeuwfeest tot een gedenkwaardigheid. Leg duit bij duit voor een denkmaal dat uw steun verdient. Laat niet een prachtig sieraad van uw kern het land uitgaan. Gooi met guldens, strooi met kwartjes. Bind de strijd aan met boer Zwartjes. Heel goed. Burgers van Runningheim, geld is mest. Hoi. Hey, Victor, ga je doen? Niks, ben zo terug. Ja. Denk dat ik nog even naar het dorp ga. Jij gaat zeker naar Kwiebers, hè? Ja. Loop ik even mee? Oké. Wat zeg je nou, Drak? Die rode auto in Amsterdam gevonden? Hoe kan dat nou? Hé, hey. Nou, dan moet hij toch die E10 genomen hebben. Ja, merkwaardig. Nou ja, dan moet jij maar naar Amsterdam gaan. Ik zit toch met die inbraak hier, hè? Oh, Drak, heb jij nog geïnformeerd aan die mevrouw Annie de Loo? Ah, prima, wacht even. Even mijn boekje pakken. Ja. Mevrouw Annie de Loo. Woont in Amsterdam. Hoe heet die nachtclub? Daar werkt ze. En hoe heet die vriend? Uiterman. Het is over hem bekend. Tweemaal veroordeeld, zo. Wegens wat. Ho, Drak, niet zo vlug. Autodiefstal, ja? Medeplichtigheid. Hè. En wanneer was dat? 1970. Antiek diefstallen. Zo, alsjeblieft, doe maar. In villa's. Oh, Drak, moment. Ik moet even iets aanpakken. Dankjewel, Akkie. Mocht je dat doen? Ja. Mama vraagt te laat je thuis komen. Geen idee, schat. Zeg, moet jij niet aan blokfluit? Nee, ik zit ook niet meer op blokfluit. Al een maand niet meer, trouwens. Ik zit bij de fanfare, bij de tamburette. Ja, en ik moet nu naar de biep. Oh. Boterhammenworst. Akkie, nou zijn je moeder en ik 17 jaar getrouwd... en nog altijd weet ze niet dat ik niet van boterhammenworst hou. Zit hier die villa? Ja, Drak, daar ben ik weer. Zeg tussen twee haakjes nog eventjes over die rode auto die in Amsterdam gevonden is. Had hij een kapotte zijruit? Ja. Ja, dan moet het hem haast wel zijn, hè. Nou, ik zal je niet langer ophouden, hoor. Ik ga naar Amsterdam en kom jij net terug naar het bureau. Mudde wil je graag bij zich in de buurt hebben. Ik bel wel op als ik in Amsterdam iets gevonden heb. Akkie! Hi! Waar
Oké. Wat deed hij eigenlijk? Ja, die staan aan het brood. Akkie Zwaan, je speelt met Akkie Zwaan. Nou in. Nou, je bent toch verliefd op Akkie Zwaan? Ja, vorige week was jij nog verliefd op Akkie Zwaan, jongen. Maar ik ben geen toneelspeler. Wat geeft dat nou? Je krijgt toch geen tekst, zei je vader. Maar je hebt wel mooi contact met haar nou. Dat zou zij leuk vinden. Laten we nou maar achter het adres van die bellers zien te komen. Kijken hoe die heet. Hey, weet je wat ook een voordeel is als je die rol aanneemt? Ah, schijn nou toch uit. Dat je wel goed geïnformeerd blijven. Waarover? De vader van Akkie is politieagent. Nieuws uit de eerste hand, jongen. Van achter de schermen. Of niet soms? Hij ziet ze fietsen. Je rijdt natuurlijk minder op Quibus, hè, nu je studeert. Ja, ik ben al wekelijk thuis, joh. Ik moet praalwagens ontwerpen. Ah, gaan we eens een avondje uit, over een weekje of zo? Heb ik wat meer tijd? Ja, maar ik niet. Ik zit tot over mijn oren in het werk voor het eeuwcomité. Waarom doe je eigenlijk niet mee met de paarden? De optocht heeft paarden nodig. Oh, dat regelen we wel eens. Ah, oké. Okay. Voor ik het vergeet, hè, er was vanmorgen iemand en die vroeg naar je. Een Belg, kan dat? Hij noemde je Fiek. Een beetje gezette, een beetje patserig type. Oh ja. Had hij wat? Nee. Hij vroeg alleen naar je. Ja, die ken ik wel. Interessante man. Hoezo? Deed hij iets? Nee, maar vanmorgen kwam ik hem langs, hè. Langs de bosweg. En toen zag ik hem en toen had hij een alarmpistool. Wat? Hij oefende zeker of zo, ik weet het niet. En toen had hij weer een fantastisch verhaal over wespen. Best een interessante man. Ik zou hem wel beter willen leren kennen. Hé, hey, zie je hem nog wel eens? Nee, wat een gekke kerel, hè? Oh ja, een Belg. Ik zie je nog wel eens. Maken we een afspraak. Dat huis ging naar binnen. En hierachter repeteert Akkie 's avonds met de fanfare. Dat is een pension. Er staat Ziemer, dat betekent kamers. Is dat een abonnee? Nee, dat is daar. Met die mensen heeft hij die krant gepikt. Toen ging hij er hiermee naar binnen. Hé. Hey. Wat is er? Daar komt je tegenspeelster, waarmee je in de rij verzuikt. Akkie! Ajo, stil. Ik wil mij verdiepen. Dat is geen gekheid, vrouw Blom. Daar heb ik een bedoeling mee. Want meneer Kwart heeft mij nou zo uitgekozen voor die rol van Robert. En daar ben ik helemaal van gefrappeerd. Jawel, is daar even te kijken. Hè? Maar meneer Kwart heeft mij daar van binnen mee gerekt. Dat hij dat ziet dat ik die dingen in mij heb. Toneel en theater. Als kind was ik al een groot liefhebber van theater. Maar dat sla je er ook in het boerenbedrijf. Als vader dan zo'n beetje uit. En daarom lees je dat ze gewoon niet meer van mij af. Maar achter de knijnenhokken heb ik meegeleefd met de ridders en de wilde westenfiguren. Jawel. En dan zat ik in de stal en dan kwam daar die vader met zit jij weer te lezen hier, wam, om de oren. En weg met dat boek. Hij had de knijnen een keer een heel hoofdstuk van ridder Rondola te vreten gegeven. Kent u ridder Rondola? Komt u wat lenen? Aha. Ja, wat boeken. Graag. Nou, ik weet niet of ik het doe, hoor, die rol. Maar ook tambouretten. Ach joh, wel. Hartstikke leuk in een toneelstuk staan. Wat lees je? Oh, een boek. Ja, welk boek, man? Ik ben geen man. Geef terug, man. Ik ben geen man. Ik ben Aristides. Ik ben zeker meidenboeken, hè? Dokter Goebbels, lees jij dat? Moet ik raden van mijn vader. Geef het terug. Wat doen jullie eigenlijk? Niks. Ziet het eruit alsof we wat staan te doen, hè? Ja. Oh, dan moeten we daar wat aan veranderen. Achter de meisjes aan zeker? Ik niet. We hebben wel wat beters te doen. Waarom riep je dan? Nou, we wilden eens weten hoe het met de schietzaak staat en de inbraak van vannacht. Je vader is toch bij de politie? Maar is toevallig een ambtsgeheim. We verklappen niks. We hebben juist een belangrijke aanwijzing geleverd. Twee misschien. Het zal wel, ja. Jij moet zwijgen. Je staat er helemaal buiten. Vader is trouwens nog helemaal niet thuis geweest. Hij doet de inbraak, weet je. Hé, zeg, we moeten wel rennen, hoor. Deze gaat om 4:45. Hey, wacht nou eens. Nou, gaan we mee naar de leeszaal. Nou, nee. We moeten hier nog wat doen. Oh. Hé, ze hebben die rode auto van vannacht gevonden in Amsterdam. Nou, kijk eens. Zie je nou wel? Meteen al een belangrijke inlichting. Andere jou. Wat
waarom zei je niks? Ik let op het huis, man. Ik let op het huis, man. Maak ik het je een keer gemakkelijk? Dan ziet ze je. Toneel was altijd mijn liefste wens geweest. Toneel. Ja, Dick Fok. Mijn man zei altijd tegen mijn kind, je hebt gewoon voetlicht aan je zolen. Waar jij ook loopt, er valt altijd licht op je. Ja, zoiets, het zit in je, hè. En dat komt er altijd op... Pardon, even open doen. Is Mien thuis? Nee, die is er niet. Die is met Victor mee. Kan ik je wachten, hoor? Nee, dat kan nou niet. Mag ik even? Ja, toneel, hè? Toneel. Dick Fok zei altijd tegen me... Kind, jij hebt echt iets in je dat de mensen boeit, hè? Dat ze pakt, weet je wel? Ja, neem nou bijvoorbeeld die rol die u zo dolgraag had willen hebben in het openluchtspel, weet u wel? Dat was nou in wezen echt iets voor mij geweest, hoor. Ja, ja, ik, als meisje ben ik lentekoningin geweest in de Bloemkorso. Ja, daar heb Dick Fok mijn mama vandaan geplukt. Uit de stoet, uit een houten lelie van 3x4. Is er wat, meneer Kokkeneel? Nee, het is wel goed. Zeg maar tegen Guido dat ik van hier moet. Maar ik wil maar een valies bij u. Nee, ik spreek hem wel. Kan ik nog echt niet achterdoor? Nee. Een nerveuze gast. Ja. Is er wat achterdoor? Achterdoor? Ja, hij wou toch achterdoor? Nee, hoor. In Amsterdam? In Amsterdam is hij gevonden. Dat heeft dus die ene man gedaan die belde. Die kwaad was dat die andere op die agenten schoot. Maar alle wegen waren afgezet naar Amsterdam. Dat stond in de krant. Hoe hebben ze hem dat geflikt? Nou, dat had die Gerard dus gedaan. Dat heb je zelf gehoord. Ja, dat is waar. Toen zijn ze in Amsterdam terechtgekomen. En daar heeft hij die wagen getropt. Dat was natuurlijk een gestolen wagen. Dat zijn altijd gestolen wagens. Gerard, die naam. Ja. Dat weten we in ieder geval. Dat was de chauffeur. Maar er was toch nog iets waar je allemaal niet op komt? Ja, je zei allemaal, er is nog iets. Ja. Ja, wat was dat dan? Verdomme, had ik ook maar mee kunnen luisteren. Ik ben niet achterlijk, hoor. Het is iets. Het ligt op de punt van je tong. Maar het zit nog ergens in je achterhoofd, bij je nek. Een lange tong heb je dan. Was het iets wat ze zeiden? Ja, het kan natuurlijk alleen maar iets geweest zijn wat ze zeiden. Iets wat je hoort. Geluid. Ja. Ja. Wat schreeuw je nou, man? Ik weet het. Ik weet wat het was. De beller. Wraak, wraak Germanus, staat mij bij. De Rijn is rood van bloed, heel Runkenbeent langs zij. Ai, vurig is de gloed. Popeia, zijt gij heen? Kom bij uw heer gemaal en houd hem op de benen, uw verbloem. Wij sterven zij aan zij. Ja, u dient daar even het Rijn te controleren, maar prachtig uitgedrukt. Heel, heel kernachtig, maar die korte regels, hè, maar wat was het? Ja. En stoot het korte zwaard diep in dit bitter hart. Dat zwart geheim bewaart dat mij zo diep benart. Vindt u het mooi? Vind ik het mooi, maar Ada, dit is theater. Dit is geen stuk van amateurs. Dit is theater van de bovenste plank. De rol. Ik moet even... Er zijn een paar kinderen. Ik moet nu even gaan helpen. Het is bijna 5:00. Moet ze mijn gastschuw in? Oh, dat is van je vader. Hij was hier vanmiddag nog. Hetzelfde zie ik. Zal even gaan kijken. Ik u zo bezweet aan schouw. Ik zie in uw ogen schrik. Zij waren eens zo blauw. Dat zal ik moeten veranderen, meneer Quarles. Waarom? Nonsens is juist heel gevoelig. Ja, maar het is niet waar. Mevrouw Quarles van Ispen speelt nu de hoofdrol van Popeye en haar ogen zijn groen. 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 Schoen, zoen, toen, vermiljoen, jeroen, kapoen. Kapoen, dat is Belgisch, hè? Het was dus die Belg die de krant vanochtend uit de brief bespikte. Kijk allemaal achter zich. Nou weet ik weer wat het was. Het geluid wat ik hoorde met telefoongesprek. Het was achter die ene of die andere vent, dat weet ik niet precies. Maar het was een klok. Oh? Hij sloeg. Ja, wat voor klok? Friese klok, Saanse klok, pendule, kantoorklokje? Ja, weet ik veel.
Ja. Ja, ik weet toevallig veel van klokken. Opa, die weet er ook een hoop van. Slagen, het was ergens tussen 10 en 11. Half 11 ongeveer, ja. Toen glipten we weg. Opa zei het nog. 10:30, dus je hebt 1 slag gehoord. Het 9:30. Nee. Nee, 10 of 11. Ja, ik heb ze niet geteld. Dan liep hij dus 9:30 voor. Of achter. Hij liep in ieder geval niet goed. Maar het was een klok en dat is een aanwijzing. Een klok in Runcum die 9:30 voor of achter liep. Nou, had je wel eens eerder op mogen komen. Een stuk gemakkelijker weer zo. Hé. Hey. Wie is dat? Dat is Victor. Dat is Victor, de eigenaar van de manege waar Kuber staat. Hij zit achter Jule aan. André is ontzettend jaloers. Die bellen vroeg vanochtend naar hem. Hij vroeg naar Fiek. Victor. Hij gaat bij pension Fok naar binnen. Wat moet hij daar? Borstel voor het orgel. Burgers van Runningheid. Haaskneu en dansstraten. Maak het eeuwfeest tot een gedenkwaardigheid. Leg duit bij duit voor een denkmaal dat uw steun verdient. Danst niet naar de pijpen van het geld, want anders is het orgel fluiten. Gooi met gulden, strooi met kwartjes. Wees de vooraan met kwartjes. Hey, ik geloof toch maar dat ik het doe, dit stuk wat je vader regisseert. Net een paar stukken gehoord. Net? Waar dan? In de leeszaal. Nou, je opa zit in de leeszaal. Hij leest hardop alles voor. Wel mooier, een beetje bloederig en zo. Uit alle rollen zelf. Net echt. Net een toneelspeler. Ja, wel een beetje overdreven. Ja, dat moet. Wat doen jullie hier toch steeds? Kan je geheim bewaren? Als ik zin heb. Kunnen we jullie vanavond zien? Mij niet, mag ik niet. Maar ik mag wel naar Kunstsmoke kijken. Kunstsmoke? Dit is iets echts. We repeteren ergens, daar vlakbij. Oké, komen wij kijken. Vertellen we je wat we aan het doen zijn. Dan vragen we jou een wederdienst, oké? Ja, kom eerst maar eens. Dag. Wat ik allemaal regel, hè. Misschien komen we nou verder met iemand uit de kringen van de politie. Hé. Hey. Huh? Ja, jongen, je ijzers in het vuur houden heet dat. Vrouw Zwierus, dat is de tweede keer. De derde keer trakteer je. Ja, jij zal het niet doen. Ja, het is de wagen. Murders is er voor 90% zeker van het mis. Het is nou dag, maar de beschadiging opzij die klopt wel. Ja, de lakresten op de lamp worden vergeleken. Ja, dit is hem. Gestolen. Nee, niet in Amsterdam. Het is de wagen van een oude man buiten Gaaskreul. Die is ziek en die heeft de auto pas een paar dagen later gemist. Toen wilde hij naar het ziekenhuis rijden in Runcum. Gaaskreul dus. Had zijn wagentje nodig en weg was hij. Ja, het scheelt dus dat iemand een paar dagen niet geweten heeft dat die auto van hem gestolen was. Ja, hij was bedlegerig. Ja, nee, niks. Geen vingerafdrukken, niks. Er zat alleen wat paardenstront aan de wielen. Paardenstront. Wat? Zit je het nou te doen? Net als je zit te eten. Paardenstront. Ja. En kuur.